Goed. Wie wat ruimte zegt, die zegt vaak automatisch Martien Meiland. De Ik Vertrekster en zijn vrouw Erika, die laten wederom huis en haard achter om een nieuw Frans avontuur aan te gaan. En ook dit keer gaat er natuurlijk weer van alles mis. Volgens mij is het hele leuke tv. Godverdomme, omhoog! Maandag begint het nieuwe tv-avontuur van de fameuze familie Meiland. Precies 12 jaar na Ik Vertrek mogen we weer meegenieten van hun klussende kasteelleven. Wat een gezeik. Mensen vinden het leuk, weet je, om zo'n heel groot oud château helemaal te zien opbloeien als een bloem. Want het was natuurlijk vreselijk. Nou, het zou toch geen misgoot zijn geweest? We moeten nog anderhalve badkamer in. Nou ja, in een week tijd moeten we allemaal nog doen. Ja, en de rest. Wat denk je van het zwembadterras, de keuken, terras afsmeren, schoonmaken. Nou, hou maar op, want ze raken helemaal in de stress. Elke bewoner van het château heeft zijn eigen taak en moet zich strikt houden aan Martiens strakke planning. Je kan niet allerlei mensen inhuren, want er is maar één budget en zij gaat natuurlijk over het budget. Dus dat kan helemaal niet. Ik ben al weken aan het stuken, joh. En weet je, en zij stuukt en dan volg ik haar met al die rollen papier-pens, weet je, dat behang. Nou, ik denk dat ik wel 50, 60 rollen behang achter haar geplakt heb. Toch moet de man des huizes zijn werkzaamheden noodgedwongen neerleggen. Hij en een klustrapje blijken geen gouden combinatie te zijn. Kijk, en ik heb natuurlijk mijn pols gebroken. Ik ben van 4 meter van de ladder gevallen. Ik zeg, meid, we zitten in een probleem. Très grand probleem. Ja, ik heb natuurlijk veel te veel gedaan. Ik heb ook nog gewoon grind staan kruien. Er kwam een hele grote vrachtwagen met grind. Heb ik gewoon met die pols zo staan kruien. Mag helemaal niet. Nou, nu moest het weer 3 weken in het schip. Nou gaat het de maandag hopelijk af. Behalve het château is het stel ook een ander avontuur opnieuw aangegaan. De twee zijn, ondanks Martiens liefde voor mannen, weer getrouwd. Nou, ging goed. Het was de derde keer. Dus. En het was op maandagmorgen, 9 uur. Het ging heel vlot, want dan is het gratis. Sta je met een kwartier weer buiten. Ja. En de Franse garçons hoeven voor een amoertje in elk geval niet aan te kloppen bij het château. Daar zijn we niet mee bezig. Nee, andere relaties. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. Nee, daar zijn we veel te druk voor. Moet je niet aan denken met zo'n Franse bouwvakker.